Welkom bij FC Os TV. Os MVV werd 1-3. Ja, achteraf gezien een terechte uitslag. Ja, als je de hele wedstrijd bekeken hebt, dan hebben wij geen seconde aanspraak kunnen maken om deze wedstrijd te winnen. Dus ja, terecht verloren, kan niet anders zeggen. We gingen rusten met een 1-2. Wat zegt een trainer Reinier Robbenmond dan in rust tegen zijn spelers? Ja, dan heb je het puur over de speelwijze en waar dan dingen beter in moeten. Hè. Dus binnen het verdedigen wat we anders voor elkaar willen krijgen, want we kregen geen druk. Dus dat bespreek je dan en hetzelfde ja, binnen aanval om toch weer terug in de wedstrijd te komen. Ja, en die accenten probeer je in een korte tijd zo duidelijk mogelijk te maken. Maar ja, als we dan de tweede helft bekijken, heeft dat weinig invloed gehad. Wat vond je van ons spel, de gehele wedstrijd? Ja, gewoon onder de maat, ontevreden daarover. Hè. We hebben in die zin een goede voorbereiding gedraaid, hebben goed voetbal kunnen spelen en fases gingen steeds beter voetballen. Nou, de eerste wedstrijd, die fase is wel redelijk gevoetbald, uiteindelijk waren we verloren. VVV, ook niet tevreden over ons spel, maar wel over de strijd en de beleving om uiteindelijk dat resultaat binnen te halen. En dat lukt je dan. Ja, dan verwacht je dat vandaag door te zetten. En dat hebben we vandaag gewoon niet kunnen brengen, dus dat is, daar zijn we allemaal uiteraard teleurgesteld over. Je gaat natuurlijk deze wedstrijd in om 3 punten te pakken. Je traint er heel de week voor. En dan komt het er niet uit in de eerste helft en de tweede helft ook eigenlijk niet. Dus dat is eigenlijk gewoon balen voor heel het team. Ja, is deze nederlaag onze ploeg te verwijten of was MVV gewoon een maatje te groot? Nee, kijk, we speelden gewoon geen goede wedstrijd van onze kant. Dus dat moet gewoon beter. En normaal gesproken moet je er niet zo makkelijk afgaan met 1-3. Ja. FC Os onwaardig. Nou ja, kijk, we speelden gewoon een slechte wedstrijd. Dus zo wil je het liefst niet beginnen aan de wedstrijd. En zo wil je het ook niet dat de eindstand op het bord komt zo. Nee, het is jouw eerste seizoen in Os. Vanwaar jouw keuze voor FC Os? Ja, nou ja, kijk, ik ben 3 jaar geblesseerd geweest. Ik heb 2 keer mijn kruisband afgescheurd, daarna mijn meniscus. En ik moet weer helemaal opbouwen. En de voorbereiding ben ik met VV6 begonnen. En toen ben ik hier gekomen. En ik ken Peter natuurlijk van Den Bosch. Dus dat was mijn keuze. En hier heb ik stage gelopen. En ik voelde gewoon goed. Dus ik wilde graag verder. En hun wilde ook graag verder met mij. Ja, dit was dan een nederlaag. Maar we moeten door. Wanneer is het seizoen geslaagd voor jou? Ja, kijk. Je speelt Jupiler League. Je kan via veel middelen een prijs pakken. En wij moeten gewoon met Os zorgen dat we meedoen aan de play-offs. En hoeveel goals van Wouter Vogel zitten er in een geslaagd seizoen? Ja, kijk, weet je, het is lastig om te zeggen. Kijk, vroeger deed ik wel eens voorspellingen en zo, maar met mijn blessuregeschiedenis, ik bekijk het week tot week. Ik word steeds sterker en binnenkort gaan jullie de echte Wouter de Vogel wel zien. We zijn benieuwd, Wouter. Komt goed. Nou, ik denk niet dat het daarin zit en breedheid ligt en lag. Maar ik denk gewoon dat het, gewoon, we gaven elkaar gewoon veel ruimte weg. En ja, ik denk dat je zulke clubs, zulke ploegen, moet je gewoon gelijk onder druk zetten. En ik denk dat dat het beste is. Maar ja, we hebben ze veel ruimte gegeven en hebben daar goed van geprofiteerd. En daarom staat het nou 3-1. Ja, het positieve van is natuurlijk wel jouw officiële debuut in de Jupiler League. Hoe heb je hem zelf ervaren? Ja, niet zo heel goed. Ik denk dat ik viel in en ja, werden veel lange ballen gespeeld. En ja, het is meer en gingen zeg maar inzakken. Dus ja, het was wel moeilijk om doorheen te komen. Maar ja, ik denk dat ook toen ik inviel dat ook een beetje meer druk erop kwam. Dat in, ja, maar ja, ze schoot gewoon alle ballen naar voren, want er stond toch al 3-1 voor. Maar ja, ik denk dat we deze wedstrijd zo snel mogelijk moeten vergeten en gewoon verder moeten kijken.